Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Het is uh, bijna eind november. De winter klopt hier en daar op de deur, maar niet in Nederland. Want we hebben te maken met hoge temperaturen. Vandaag 10 graden op de Schelling, 15 graden maar liefst in het zuidoosten van Brabant en midden van Limburg. Hoge temperaturen, dat heeft natuurlijk te maken met de windrichting. Want we hebben te maken met een zuidelijke stroming die zachte lucht aanvoert. Nou, dat zien we ook als we de boel in beweging zetten. De wolken komen vanuit Frankrijk onze kant op. Er waren wel veel wolken, en af en toe viel er regen uit. Ook de komende uren krijgen we nog met regen te maken, want als je goed kijkt dan zie je hier een soort krul liggen. Dat is een koufront en dat trekt vanavond nog over het land. Daarvoor uit dus die aanvoer van zachte lucht en vandaar de hoge temperaturen vandaag. Ook regen, vanmiddag trok er al een eerste regengebiedje over ons land. Later vanavond dus dat koufront en ook dan nog regen, dus de komende uren blijft het wisselvallig. Zien we dan ook op de weerkaart terug, van tijd tot tijd regen, hoge temperaturen, zo rond de 12 graden nog vanavond. Vannacht trekt het regengebied dan weg, klaart het her en der op en wordt het een fractie minder zacht, maar minima zijn nog steeds erg hoog natuurlijk, zo tegen de 10 graden. De wind neemt aan zee toe naar windkracht 6, kan morgenochtend langs de westkust zelfs af en toe windkracht 7 zijn, morgenmiddag neemt hij daar dan weer af. In het binnenland ook een zuidelijke wind, daar is die 3 tot 4 boven voor. Morgen veel droger dan vandaag. Verwacht eigenlijk zelfs ook een flinke zonnige periode. Zeker in de westelijke helft van het land is het eigenlijk gewoon een prima dag. 12 graden, geregeld zonneschijn en de paraplu kan gewoon thuis blijven. In het oost- en zuidoosten is de bewolking wat dikker. Heel misschien daar nog een spatje regen. Maar uh, vaak is de bewolking ook daar dun genoeg om even de zon te laten zien. Best aardige dinsdag dus. Kijken we dan wat verder vooruit, dan verwacht ik dat we woensdag weer met meer bewolking te maken hebben. Kan er een spatje motregen vallen, kan hier en daar dus wat druilerig zijn. En soms is de bewolking dan weer dun genoeg om even de zon er doorheen te laten. Blijft nog wel zacht en kijkt naar de windrichting, die is gedraaid naar het noordoosten, windkracht 3. Niet heel veel wind. Die noordoostenwind gaat wel voor lagere temperaturen zorgen later in de week, maar ook voor drogere lucht. We zien de zon dus vaker schijnen en de temperatuur gaat stap voor stap naar beneden. Zondag. En ook al vrijdag, maar ook zaterdag en zondag. Temperaturen smiddags van 6 tot 8 graden. Zien we ook hierin terug? Na de hoge temperaturen van vandaag gaat het kwik naar beneden. En eigenlijk kun je dan zeggen dat voor de lange termijn geldt dat de middagtemperatuur op hetzelfde niveau blijft. Zo tussen de 5 en de 10 graden. In de nachten neemt de kans op nachtvorst wel geleidelijk toe. Nou, daar hebben we komende nacht dus nog geen last van. Minimaal rond 10 graden. En morgen heerlijk weer. Wens je een goede dinsdag. Ik ben Michiel Severin. Van weerplaza.